Yo kijkers van Game & Dramco, welkom bij deze serie op mijn kanaal, namelijk Rollercoaster Tycoon 3. In de vorige aflevering hadden wij deze muur gemaakt en deze trap en deze glijbaan een beetje gedecoreerd. En dat soort dingen in deze geplaatst. Ik vind de serie echt heel leuk uitzien allemaal. Hopen vind je het ook allemaal leuk, laat even weten in de comments. En dan ga ik in de volgende aflevering wel eentje eruit pikken. En ik wil even zeggen van, we zijn niet alleen, we zijn namelijk met iemand, maar dat was niet zo. En ik zit heel veel te lijken, dus wacht even mensen. Ja mensen, we zijn er, welkom terug en we gaan weer door. En je ziet nu dat ik veel minder lijk, want ik had een paar programma's even uitgelogd. Hot Soka is broken down, nou dat maakt me nog geen niks uit. En spoilers. Nou, geen spoiler, want die is al geweest. Het is namelijk de meeting die we hebben pas geleden gemaakt, gedaan. Hey, Bommels. En in deze aflevering ga ik even verder met de glijbaan een beetje. Ja, kijken wat we nog meer kunnen doen. Misschien wat decoratie, dus eigenlijk een beetje decoratie in het zwembad. Dat we gewoon wat meer van die dingen doen, zoals bijvoorbeeld dit, of zeg maar wat, dit. Hallo? Ja, hij doet het nog, ik wil net zeggen, doet hij het nog of doet hij het niet? Ja, hij doet het nog. Dan maak ik even wat golven, of zakkaas. En sorry, ik was even aan het appje aan het sturen op mijn telefoon op WhatsApp. En dus ik kan ook wat douches neerzetten, want aan het begin moet je natuurlijk men. Oh ja, tot trouwens ook een binnenzwembad, dus geen buitenzwembad, maar. Want het ziet er nu wel naar uit, maar ik ga proberen om het een binnenzwembad te maken. Of misschien een buitenzwembad. Ik heb nog helemaal geen idee. Laat het weten in de reacties. Ik heb al een reactie binnengekregen van iemand, maar ik weet niet als dat kan. Dat we een binnenzwembad kunnen maken. Ik weet het allemaal nog niet. Het komt wel in ieder geval wel goed. Ik ga wel proberen om een binnenzwembad te maken ongeveer. En ik wil niet in deze aflevering alleen maar het zwembad decoreren, maar ook gewoon een beetje, niet alleen het zwembad, maar gewoon ook soms even de, hoe kan je het zeggen, gewoon de omgeving even veranderen. Dus eigenlijk gewoon thank you.
zo even wat lichtjes plaatsen. Oké, okay, dat lijkt heel veel op dit aan mij. Ja, hier lijkt het niet, maar hier wel. Kijk maar op. Zie je? Het lijkt heel veel. Dus ik ga dat maar even verwijderen, want ik ben er niet van gediend. Ik zal maar even verwijderen, want dat ook. Een stuk van het zwembad. Een stuk van het zwembad heb ik in de pomp. Oh. Ik kan mijn muziek op de achtergrond. Zo, dat is wel klaar. Ik waarom lijkt die zo? Wat is aan de hand in dit zwembad? Ik moet het even veranderen, want dit is een beetje. We zien. Kijk hoor. Oh, hier heb ik het gedaan. Maar even kijken wat het zo lijkt hier. Ik heb al die dingen wel weggehaald, als je hier niet zijn. Op dit geeft een heel veel lijst bij dan. Kan ook. Maar laat eens even die. Misschien hier niet voor. Hé, hey, kijk, zie je? Maar ik ga even in het park kijken zelf. Moeten we eigenlijk weer kunnen aanpassen. Misschien kunnen we meer dieren hier plaatsen. Dat we niet alleen paden gaan maken. Paden gaan plaatsen. Maar ook echt gewoon olifanten of zo. Ik zeg maar wat. Olifanten. Moet ik het wel goed doen. Nee, dit is te klein. Dit is te klein natuurlijk. Zo, dit kan nog wel. Misschien dit ook nog even bij opa. Kijk, dan kunnen we misschien even een olifantstal maken. Dus gewoon even hoppa. Jeetje, wat een ding. Wat een ding, jongen. Wat een ding. En dan pakken we even een beest. En we gaan een olifant. Olifantje. En een baby en een olifant. Nog een baby en nog een fan. Een meidje en een jongetje en een meidje en een jongetje. Oké, okay, dan kunnen we natuurlijk ook even een stal maken. Nee, niet een stal, dat hebben we al. Hé, dat kan ik ook weer. Gewoon een mensen waar de kinderen staan. Dat is misschien wel leuk. Moeten we natuurlijk wel een papa neerleggen. Oh, je kan het niet eens doen. Of dan moet je het per se via zoiets doen, denk ik. Zo, op. Al die data hebben, hè? Die bandjes en die. Die lamp! Dank je. Pullenbak. Nog een pullenbak. Wat zou er gebeuren als hij dat zwembad geopend? Ik ga het dit doen. YOLO. Kijk, dan pak ik wel van. Ach, we kunnen het ook via attractie lijken. Dan pakken we gewoon deze en dan pakken we en doen we alles open. Alles is nu open op dit moment. Dus ook deze. Hopelijk, ja, alles is open. Kijk, alle. Ik ga even kijken wanneer de eerste mensen komen. De monteur gaat al een kijkje nemen. Kijk maar. Die gaat al een kijkje nemen. Die denkt van ik ga zwemmen. Ik ga met mijn werk gewoon ga ik zwemmen.
Oh, hij vindt niks. Nou, dan gaat hij nog een keer. Dan maakt hij een rondje. Hoppa, dan gaat hij weer uit. Zoals bij het. Ja, kijk, precies. Ja. Even kijken wat ik het door ga spoelen. Staat dit leuk of staat dit leuk voor de mensen? Wacht even. Even kijken hoor. Johnny. Wat? Kijk, je ziet het gewoon echt letterlijk staan. Het staat gewoon midden in het park gewoon. Dat vind ik wel leuk gedaan. Ja. Het reuzenrad maakt echt heel veel verschil. Dat maakt serieus. Kijk maar hoe leuk. Jeetje, wat een mens hier, jongen. Kijk dan, hoe druk. Oh ja, dit is ook leuk, kijk. Maak het terug. Kijk, dit is ook leuk. Dan zie je die reuzenrad al achterop. En je loopt eigenlijk via de ingang. Zo, richting het park. Ik vind dat serieus gewoon leuk gedaan. Echt waar. Ik denk dat ik achterin in de park ga ik ook meer demonstreren laten weten in de reacties wat ik heb. Naast het park moet neerzetten wat dat andere park, andere kant van het park. Dus richting die olifant en die achtbaan, die houten achtbaan. En wat moet ik aan de andere kant plaatsen? Laat het weten in de comments en dan ga ik het in de volgende aflevering met maken voor jullie. En het is vandaag ook 3 september en dan begint het ook de scholen helaas weer. Sommige scholen zijn nog niet begonnen. Sommige scholen hebben nog een dagje. Want die zijn dan, die moesten dan vrijdag 21 juli ook naar school. En wij hadden 19 juli de laatste dag. Kijk hoe leuk. Alleen moet daar nog een beetje meer bomen neergezet worden. En je kan gelijk die afwas in, dat is een beetje jammer. Dat ik een beetje meer moet over nadenken. Al die mensen praten. Hij hebben we. Zo droog, hè? Oh, foto. Oh, dat is niet. Oh, man en vrouw. Oké, dit gaat nog even duren. Oh, deze. De octopus. Oh, ik ben bij de inspecteur. Ah, grappig. Wat zou ik hierover denken? Weet je, paard ziet er al heel erg hongerig eruit. Zie ik daar ook even. Oh, kijk. Oh, dit is kapot natuurlijk. Oh. Dan zit hij over te kijken. Dit is helemaal niet meer. Nou mensen, ik hoop dat je dit een leuke video vond. Laat je een duim achter, abonneer je kanaal. Laat even weten wat we in dit stukje park moeten bouwen hierover. Want jullie zien mijn muis niet daarom. En dus laat het even weten. Doei!